Zo, uitgewerkt. Het is 11:50. Ik heb echt heel hard doorgewerkt vanaf 9 uur. Wij zijn weer thuis en iemand, hebben ze gevonden hoor, met zalm. Iemand die wil heel graag een botje. Kijk maar. Het is bijna 5 uur. Ik ga zo even eten bedenken. Ik ben alleen vandaag. Emily die is buiten de deur. En dat is hem op. Hola, goedemorgen. Vandaag is het 26 januari 2024. Er is iemand in mijn familie jarig, dus die heb ik vanmorgen al gefeliciteerd. En ik had al een cadeautje opgestuurd. Dus dat heeft ze inmiddels opengemaakt. Vond ze heel leuk. Dat is mooi meegenomen. Ze weet nog niet dat er vandaag ook nog bloemen gaan komen. Dat is dan een vrouw. Ik ga boodschappen doen. Daarna ga ik aan het werk. En verder heb ik voor vandaag eigenlijk geen plannen. Want ik moet een heleboel werken. Ja, ik wil eigenlijk proberen om zo rond de uur 2:30, 3 klaar te zijn. Dat ik dan weekend kan gaan vieren. Want inmiddels begint het echt wel op 2 hele volle dagen werken te ruiken. En dat is prima, maar mag wel ook iets af en toe iets minder. Want de bedoeling was dat ik 4 dagen zou gaan werken. En nu ben ik er stiekem toch 5 bezig. Dus daar moeten we even wat mee doen. Maar goed, het inkomen is er ook naar. Daar mag ik ook niet over klagen, zeg maar. Hoewel de belastingdienst het grootste gedeelte weer jat. Dat is echt bizar. Wat je als ZZP'er moet inleveren bij de belastingdienst. Dat is echt een beetje krom, maar goed. Ik ga aan de boodschappen. Ik ga naar de Jumbo. Dus zie jullie later. Zo, uitgewerkt. Het is 11:50. Ik heb echt heel hard doorgewerkt vanaf 9 uur. Dus bijna 3 uur nog weer gewerkt. Maar ik heb meer gedaan dan ik verwacht had. En ik ga straks nog iets uitpakken met jullie. Dat zijn allemaal kaartenmaken spullen. Ik wil dat eerst in een live doen, maar dat is niet zo handig. Ik ga dat gewoon met jullie doen hier. Maar eerst even een lunch erin. Ik had lekker een broodje meegenomen van de Jumbo. Dat ga ik opwarmen. Daar heb ik trek in. Het waait hier echt als een malle. Af en toe dan regent het hier ook. Dat wil je niet weten. Maar op dit moment schijnt de zon. Dus het hartstikke lekker weer. Is er geen wolkje te zien. Dus ik denk dat ik straks heerlijk een end met Rafi ga lopen. Het is ook niet koud buiten of zo. Het is gewoon lekker winters weer. Dus ja, ik denk dat ik daar even goed gebruik van ga maken. Wij zijn in het tuincentrum De Boet. Want hier had ik hele lekkere botjes voor Rafi gehaald. En dan moet ik nog even weer zoeken waar ze waren. En ja, hij is mee. Hè? Ja, je bent mee hè. Je zit netjes in de kar. Dat is de voorwaarde. Ik vind dat heel spannend. Hè? Maar we gaan lekker even inkopen doen voor Rafi. Wij zijn weer thuis en iemand, hebben ze gevonden hoor, met zalm. Iemand die wil heel graag een botje. Kijk maar. Wat is er? Wil je wel een botje? Maar er zit nu nog plastic om. Kijk, dat kan nog niet. Ik moet hem even openmaken. Even geduld, vriend. Oh. Dit zit altijd zo allerbarstens vast. Dus ik ga even naar de keuken. We nemen een schaar. En dan kunnen we hem uitpellen. Dan heb ik nog wel een trieste mededeling voor hem. Ik moet nog een nagel knippen. Dus dat ga ik eerst doen voordat hij... Oh, ik ga hem het bordje geven en dan de nagel knippen. Dat is een slim plan. Kom maar. Kijk. Kom maar. Ja, goed zo. Nee, daar. Oké, zit. Zitten. Zit je mooi, alsjeblieft. Ja, die wil je wel, hè. Maar ik zag in de dierenwinkel, of in de winkel, kijk, dat die nagel ineens heel lang is. Dus in deze zit Pens. Die vindt hij niet zo lekker als die met zalm. Wil je die ook? Nee hè, nee, die wil je niet. Dus wat doe ik met die van ze, met Pens? Kijk, er liggen er 2. Die laat ik daar liggen. Kijk, hier is je lekkere botje. Kijk, kom maar hier. Ga niet op het kussen liggen, want dat vind ik... Oh, ga jij maar lekker botje eten. Kijk, de nagel is inmiddels al kort hoor, kijk maar. Kijk, hier is de nagel. Een heel stuk eraf hè, ja. Ik had toch die tas vanmorgen laten zien. Nou, ik heb hem even leeg gehaald. Wat zit erin? Nou, een envelop met een, allemaal een soort van
Ik ga het je laten zien hoor. Ja. Dingetjes die je ergens erop kunt plakken. Maar die kan ik vast wel weer gebruiken met bullet journalen. Een 3D die bijna af is. Of die eigenlijk af is. Die alleen maar op een kaart geplakt hoeft te worden. En wat leuke dingetjes waar je een stempeltje op kunt doen. Dus dat is ook heel, dat is heel leuk in elk geval. Het is een klok trouwens, zie je. Een hele stapel met papiertjes en dingetjes. En dubbele kaarten. Dus daar kan ik ook wel wat mee uit de voeten, denk ik. Boeken van 3D kaarten maken waar nog wat in zit, waar je nog wat mee kunt. Onder andere Disney. En drie boekjes, vier boekjes, vijf boekjes. Mozaïekkaarten. Christmas Magic. Een boek met nog guldens erop. Die ligt wel helemaal uit elkaar, maar raamdecoraties en een kerstkaartenspecial waar alles uit is. Dus daar heb je niet zo heel veel meer aan. Maar dat kan ik zeker wat mee. Inmiddels is het bijna 5 uur. Ik ga zo even eten bedenken. Ik ben alleen vandaag. Emily die is buiten de deur. En dat is helemaal prima. Dus ik denk dat ik ga voor de stamppot boerenkool die nog in de vriezer staat. Kan ik dat lekker makkelijk opwarmen. Daar zaten al spekjes door, dus er hoeft verder ook niks bij. Ik denk dat ik dat gewoon maar eens even uit de diepvries ga trekken. En dan ga ik dat heerlijk opsmikkelen. Ik had nog 2 porties staan, dus nu eentje en dan heb ik later nog eens een keer één. Handig. Het is hier de zoete inval van mensen die bellen. En ik heb om 6:15 ook een bal afgemaakt. Dus daar ga ik nou eerst wat aan doen. Deze zet ik maar even. Die tas met die spullen hier neer. Kom nog wel. Ik moet daar toch opruimen. Het is één zooi. Dus daar heb ik nog wat in te doen. En nu ben ik mijn vest vergeten. Ik pak even een ander vest. En dan ga ik eerst even. Ik was even bij mijn Oh My Dots. Die ligt erachter. Die moet ik straks oprapen. Deze doet het niet goed. En ik krijg hem ook niet aan de praat. En er staat op dat je hem moet indrukken. En dat hij het dan gaat doen. Maar iets, het drukt gewoon niet in. Dus, nou sturen ze een nieuwe op. Dat vind ik wel heel netjes. Maar ik krijg hem gewoon niet goed aan de praat. Dat is echt vervelend. Hij doet wel hele kleine dotjes. Maar zodra ik dan een iets groter dotje wil dan mini. Dan pakt hij hem niet, zeg maar. Ze zeggen dan moet je hem indrukken. Maar het werkt echt niet. Nee. Nou ja, goed, ze gaan een nieuwe opsturen, dus dat is lekker. Boven wordt ook geknutseld, of werd geknutseld moet ik zeggen. Ik ga straks verder met Raafje. En zo daar verder mee verreubelen. Ik ga eerst nog even zorgen dat ik water heb en dat soort dingen. En hopen dat ik niet te erg ga hoesten. Gisteren ging het heel goed, moet ik zeggen. Maar ja, dat garandeert niks over vandaag. Oh, wacht, ik heb een ander soort papier. Dat zou ook nog kunnen helpen. Nee, ook daar doet hij het. Hij doet het echt 2 tellen en dan is hij weer klaar. Ik kan wel echt alleen een paar stipjes, maar zelfs die stipjes worden vaag. Goed, er komt een nieuwe aan. Voorlopig ga ik door met die stiften, dat lukt ook goed. Een van die stiften is echt heel mooi, met een heel fijn puntje en de andere is iets dikker. En anders kan ik altijd nog deze erbij pakken voor de hele fijne puntjes. Want dat kan hier volgens mij ook wel op. Dat kan ik even proberen, ja. Dat kan ook nog. Dus dan heb ik nog meer alternatief achter de hand. Kleine 6:15. Ik ga eventjes mezelf klaarmaken. En spullen hier klaarleggen en zo. En dan straks een poosje live. Nou kijk. Zover ben ik. Wat ik wel jammer vind is dat je een klein beetje kunt zien. Zeg maar waar ik elke keer weer verder ga. Zeg maar er zit toch wel een soort van lijn in dan of zo. Maar ja, hij is wel heel mooi. Kijken of we morgen dit af kunnen maken. Ik ga eerst ook zelf nog wat doen. Want dit is zeg maar dit stuk zo. Is 45 minuten ongeveer. Nou dan ben ik het helemaal zat. Er liggen er 2 schijfjes. 1 met een 2 en 1 met een 3. Maar ik zou wel niet meer weten wat welke dag is. Ik weet dus ook niet of ik gefilmd heb. Want ik heb het nog niet op de computer gezet. Dat ga ik doen na het eindstukje. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop in elk geval dat je hem leuk vond. Hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. Kijk je dan 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doei.